Volgens mij is heel duidelijk geworden dat mensen in Amerika hele grote zorgen hebben over hoe het gaat. En dat zijn zorgen die in Nederland en Europa ook bestaan. De heersende politieke elite die heeft een enorme afstand gecreëerd tot de bevolking. En je zag het bij de Brexit in Engeland, we zien het bij het Oekraïne-referendum in Nederland, je ziet het nu in Amerika, de mensen willen daarvan afrekenen. Zij maken zich zorgen over hun toekomst. En om die zorgen, daar hebben andere politici geen antwoord op gegeven. Dus wil je Trump verslaan, dan moet je niet zo kritisch zijn op hem, maar wat doen aan de zorgen van zijn kiezers. En dat geldt ook hier in Nederland. Ik zie wel een patroon van toch wat anti-establishment. En ook wel een beetje een onderschatting bij de gevestigde macht van wat er onder de bevolking leeft. En dat laat wel zien dat als politiek niet meer luistert naar wat mensen echt bezighoudt. En niet alleen maar in een cirkeltje hier draait, maar met de samenleving bezig is. Het uiteindelijk overal een verkeerde kant op gaat. Dit is een heel belangrijk signaal. Had in Nederland ook kunnen komen. Mensen willen dat er eindelijk weer naar de bevolking wordt geluisterd. Ik ben geen groot voorstander van Trump. Maar ik vind deze uitslag prachtig. Laat de politiek weer gewoon luisteren naar de mensen in het land.